It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag 11 september, 14 uur 7, 48. Het is 11 graden. Het is klote weer. Het onweert om de havenklap. En zoals jullie zien, ja, komt dus doordat het onweer in de lucht zit. Ik heb zware hoofdpijn, ik ben misselijk, ik ben beroerd van de hoofdpijn. Het zit aan één kant. Ik heb mijn nachttenue ook nog aan. En tuindeur is het open. Lekker even frisse lucht binnen. Rijka is buiten. Elwin die is net binnen, die ligt op de bank. En Rijka is dus nog buiten. En ik wacht totdat hij binnenkomt en dan gaan we gewoon weer naar boven. En dan gaan we gewoon weer ons bedje in. Ja, en ik heb al vanochtend medicijn ingenomen. Helpt 1, 2, 3 niet, dus... Zometeen weer even. Ja. En dan gaan we nog weer even proberen te slapen. En dan hoop ik dat het wat gaat zakken. Maar ja, zolang er onweer in de lucht zit, behoud ik dit. Moet eerst echt allemaal eruit zijn. En over zijn. Dan zakt het bij mij. Rijka. Ariel. Die huppelt nog rond. Koek, koek. Kiekeboe. Wel een leuk gezicht, hè. Staat ze er zo lief. Koek, koek. Rijka. Maar ja, ik... Zij heeft ook al op de plassen en ergens zit de poep, heb ik gezien, dus ja. Komt goed. Ik zal ze naar binnen halen en dan gaan we weer naar boven. Want ik moet zelf ook naar de wc. Ja, en er staat er eentje te zeuren voor de deur. Nou, die bekijkt het ook maar, die gaat ook weer naar boven. Ja. Dat is wat ze zeggen, lieve vrienden. Geniet gewoon van jullie dingen en doe wat je doen moet. Ik zie het zonnestraaltje binnenkomen. Dus ja, maar in ieder geval doe jullie dingen en doe wat je doen moet. En ja, probeer te genieten van alles wat je doet. Zo niet, heb je pech. Ja, ik geniet er nou ook niet van hoor. Dus nee. Als je niet in orde bent door de hoofdpijn. En dit is echt onweershoofdpijn. Het is echt zo, oh, het bonkt en het doet echt. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer aangekleed. Ik had, ben niet opgemaakt. Nee. Ik zoek nog wel even een paar kleine oorbellen. Anders wordt het mij eigenlijk veel te zwaar. Deze die zijn aardig licht. Mijn handjes. Die wegen niks. Dus
pas er wel oorbellen in. Althans, dat probeer ik te doen. Soms vergeet ik het wel, maar dan zie ik het weer dankzij jullie dat ik ga filmen. En denk, oh ja, ik moet mijn oorbellen nog in. Ja, dan ga ik zo eerst even de meisjes een blokje geven. En ik moet eigenlijk boodschappen doen, want ik heb mijn laatste brood uit de vriezer gepakt. Dus ik moet. Of ik nou wil of niet. En ik wil niet. Maar ik zou toch moeten. Ja, dat is. Maar in ieder geval, het komt ook wel goed. En ik moet mijn laadje weer even opruimen. En het wil nu wat ik wil. Hop, 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 hop. Zo, ingelopen. Lampje weer goed klaar. Kandolf heeft al eten gehad. Die zit nou boven te mekkeren weer. En ik ga lekker met zijn handjes even uit. Ik heb mijn dikke jas klaar gelegen op de stoel. Want het is 11, 12 graden. Dus warm is het niet. Nee. Maar ik doe geen vest eronder aan of wat dan ook. Wacht even, ik dacht dat ik wat zag. Oh nee, toch niet. Loop, Pep. Hoppata. Niet juist. Nou, dan ga ik de meisjes uitlaten. En ja, het zit me echt niet normaal meer. Maar het zonnetje schijnt nou, de lucht is blauw met bewolking erbij, maar... Als het volgens de geleerden, dan moet het nou voorlopig even over zijn, al die regen. Maar het regende nog steeds toen het eigenlijk volgens de buienalarm droog moest zijn. Kan je dat? Ja. Het is nu ook droog. Dus, maar de buienalarms die hadden het al droog en toen regende het nog. Ik deed helemaal niks, geen één piekje. Dus ja, ik denk, dacht al van, hè? Het spoelde gewoon en ik denk, het zal wel goed zijn. Ja toch, maar oké, lieve vrienden, geniet van hetgeen wat jullie doen. En jullie, trouwens, jullie zien het, ik heb een zomertopje aan en ik heb een winterbroek aan. Maar ik heb mijn nieuwe zwarte blouse eronder met lange mouwen, dat iets zomers, ook zwinters gedragen kan worden. Gewoon over iets anders heen. Ja. Het hoeft niet op een blote huid. Kan ook zo. Ja. Dus ja. En het staat ook mooi. Wit met zwart. Ja. Ik heb een zwarte broek aan. Zwart blouse. En een wit topje. Kan allemaal. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga er hard op. En ik zou zeggen tot later. Ik ben weer thuis. Ja. Van de boodschapjes doen. Brood en make-up doekjes, want die hak ik ook niet meer. Ik heb eieren. Ik heb ook nog, weet ik veel waar. En makreeltje. Ja, dat gaat de koelkast in. Anders komt wel helemaal goed. Lekker. En ik heb ook nog een fles wijn. En niet een fles, maar een pak moet ik zeggen. Dat is die. Hoppa, want ik had niks meer. Helemaal niks meer. Maar dat er gaat. Een doekje. En weer een smeerkaarsje. Lekker. Hallo meisje. Ja. Je hebt mijn water drinken, zou ik ook zeggen. En die ligt op de bank. En ik ga de boel opruimen en ik zag dat de telefoon binnen was, dus ik zal ook even terugbellen. Ik denk dat Karin is geweest, maar dat weet ik niet zeker. Nee, dat weet ik niet zeker. Ik zie er niet uit, weet ik. Maar het waait ook als een raket en daarom staat mijn haar ook zo achterlijk. Ik kan er niks aan doen. Nee, het waait echt bizar. Maar oké, lieve vrienden, ik ga de boel opruimen en dan ga ik even terugbellen. En dan kijken hoe ze er wat is. Ik zou zeggen tot later. En een fijne avond en smakelijk eten. Bon appétit. Ja, want het is nou etenstijd.
Dus dat is. Nou, tot later. Doei, doei. Ja. Die ligt te wachten. Nee, die zit te wachten. Op mij vanzelf. Ja. En ik zie er niet uit. Nee, maar dat komt wel weer goed hoor. Ja, maar we gaan nu lopen. Momenteel ben ik hoofdpijnvrij, dus dat is ook weer fijn. Maar ik heb me verder niet opgeknapt, ik ben bezig geweest. Dus ja, dan ben je bezig en bezig en bezig en dan denk je nergens aan. Maar dat is momenteel slap, want er zit niks in. Nee, mij hoeft ook niet. Laat maar mooi zitten, want we gaan naar buiten en het is momenteel droog. Dus we gaan even lekker lopen en daarna naar bedje toe, want het is 1:08. Ik heb mijn dikke jas aan, want het is maar 9 graden, dus het keldert onder de 10. Ja, want het is niet fijn. En ik heb nog geen sjaal om of wat dan ook, nee. Ik denk mijn kraag even van voren omhoog, houd de wind van voren tegen. En van achteren naar beneden. De telefoon ligt al klaar. Ik moet denken de gordel nog om, de meisjes moeten nog ingetuigd worden, dus... Ze zeggen, lieve vrienden, alvast welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard weer gezond aan jullie bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, stuk voor stuk. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!